Ik ben nu in de wijk Beduursteden, op een complex met allemaal tuintjes, waar diverse mensen hard bezig zijn om de boel weer in orde te maken. Dus eens kijken of hier ook nog iemand is met een passie. Goedemiddag meneer. Ah, goeiedag. Mag ik u iets vragen? Ja, vraag ik hem altijd. U bent zo lekker bezig. Ja. En ik vraag me af, waar loopt u warm voor? Onder andere het volkstuinen. Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Kost natuurlijk wel wat inspanning, maar als je wat uit je tuin haalt, dan is het lekker vers en smaakt beter als van de winkel. En niet bespoten, neem ik aan? Nee, niet bespoten. En, ja, het is gewoon een lekkere tijdsbesteding. Hè. In het voorjaar straks dan is de zaak gespit en dan ga je zaaien. En als er weer spannend hoe het opkomt. Ja. En nou even klaarmaken voor de komende voorjaren. Okay, dat is... Er zit een hele hoop vuil in. En, het is een mooie dag weer en ik hoop het onkruid voor te zijn. Ja. En dan volgend jaar wel lekker aardbeien. En daarbij is hier ook nog een heel mooi plekje zo aan de Kromme Rijn. Een hele mooie plek. Lekker rustig. Ja, lekker rustig. Echt genieten. Ja. Wat mij betreft wel. Ja, en ja. Dit zijn is het ding waar u warm voor loopt. Heeft u nog andere dingen buiten dit? Ik ben nog beeldhouwer ook. En dat is een hele mooie afwisseling. Loop je thuis vast met je beeld of weet je het even niet. Even lekker naar de tuin. Hoofd helemaal schoonmaken hier. Handjes laten wapperen. Ja. Ja. En u heeft thuis een atelier? Ik heb thuis een atelier. En dan wat voor soort beeld? Echt speksteen of? Nee, meestal marmer of hardsteen. Zo? Ja, oké. Okay. Echt beitelen? Beitelen, kost een hele tijd. Ja. Dat is niet erg. Nou, misschien mag ik daar een keer wat van zien van uw werk? Ja, dat kan. Oké. In ieder geval bedankt vast voor dit interview. Ja. En veel succes.